for you. Hallo allemaal, hier ben ik weer, Jok met het beroep van de maand. En dat is deze keer dierenarts. Ik heb een afspraak met dokter Mulders en hoop dan ook dat hij mij niet gaat behandelen. Want ik kom hier tenslotte voor een interview. Even binnenvragen of die er al is hoor. Hallo, ik ben Jok, ik had een afspraak met de dokter. Mag je even in de wachtkamer zitten, komt de dokter er zo aan. In de wachtkamer, oké. Nou, dit is de wachtkamer. Spannend, hè, kids? De volgende kan komen. Volgens mij ben jij dat. Oké. Spannend, hè. Duimen maar, hè, kids. Dag dokter, ik ben Jok van kinderprogramma Junior. Oh ja, Jok. En, jij kwam voor die operatie, hè? Wat moest ik weer bij jou verwijderen? Ik moest iets bij jou verwijderen, meen ik. Verwijderen? Nou, niet veel, dokter. Ik hoef helemaal niet geopereerd te worden. Oh. Ik wil u alleen maar interviewen. Oh, wat zijn dat dan? Nou, ja. Wat wil je dan allemaal weten? Hoe lang bent u al dieren, dokter? Ik ben 7 jaar dieren, dokter. 7 jaar, zeg. 7 jaar. En waarom heb je voor het beroep dierenarts gekozen? Nou, ik wilde eigenlijk altijd wel graag dokter worden, want het leek me wel mooi om mensen of dingen, dieren beter te maken. En toen ik eens ging kijken van, nou, waar wil je dan het liefst dokter van zijn, van mensen of van dieren, dacht ik, nou, eigenlijk zijn dieren veel leuker, denk ik, dan mensen. Ik hou wel van dieren, dus daarom inderdaad ben ik dierendokter geworden. Ja, je moet wel erg van dieren kunnen houden, hè, voor dit beroep. Ja, absoluut, anders hou je dat niet zo lang vol. Hier komen zeker veel zieke honden en katten. Ja, je kan er heel veel. En moeten die nou ook hier in het ziekenhuis blijven liggen na een operatie of mogen ze gelijk naar huis? Nou, het ligt helemaal aan wat voor operaties. Soms zijn er hele gemakkelijke operaties dat we een klein bultje of zo maar hoeven te verwijderen. Nou, dan kunnen ze meteen naar huis. En als er wat moeilijke operaties zijn, als ze bijvoorbeeld als ze iets in hebben geslikt wat er niet wat vast komt te zitten, een speelgoedje of zo, en dan moeten we de buik openmaken om dat eruit te halen. Oh, wat eng. Ja, en dan moeten ze soms wel wat langer blijven, omdat dat wel een wat zwaardere operatie is, dus dat ligt er helemaal aan. Maar ze kunnen hier altijd blijven als het moet. Welke dieren vindt u nou leuker, honden of katten? Nou, dat is een moeilijke vraag, want ik vind ze eigenlijk allebei wel heel leuk. Ik denk dat ik vind honden net iets leuker. En waarom? Omdat je honden altijd een beetje gemakkelijker kunt begrijpen. Katten zijn altijd hele mysterieuze dieren. Ja, die kunnen krabben, hè? En die kunnen flink krabben, ja. Ja, en bij honden zie je dat vaak goed aankomen als ze in één keer boos worden. En een kat die kan zomaar ineens heel boos worden. Wat vindt u nou zo leuk aan het behandelen van dieren? Ik vind het erg leuk om die dieren goed te onderzoeken. Omdat een dier niet kan praten, om precies uit te zoeken waar het diertje last van heeft. En dat dan met bijvoorbeeld een pilletje of een operatie te verhelpen, zodat het dier weer helemaal gezond wordt. Dat vind ik het mooiste. Het goed onderzoeken. Ja, u had het over niet praten van dieren, maar ik kan dat wel hoor. Ja, maar jij bent een beetje een rare aap. Ja, dat weet ik. En heb je hier wel eens iets leuks meegemaakt? Oh, gelukkig wel. Ik maak heel veel leuke dingen mee. Vertel eens. Wat ik altijd leuk vind is in het voorjaar, als weer veel kleine hondjes en kittens worden geboren, dus puppies en kittens, of konijntjes en caviaatjes, al het kleine spul, dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. En het is ook soms wel eens leuk om hele rare dieren te zien. En soms, ik heb het eens een keer gehad dat ik hier de deur open deed naar de wachtkamer en dat er een heel klein paardje stond. Een paard? Ja, een paardje in de wachtkamer. Daar hebben ze toch een carnavalsliedje van gemaakt? Ja, hebben ze ooit, maar die stond in de gang en niet in de wachtkamer. Maar dat is heel leuk. En tegenwoordig zie je allerlei rare dieren, slangen en zo. En dat is slangen ook? Ah, dat is ook wel leuk. En wel griezelig, hè? Dat is soms wel een beetje griezelig, ja. En ja. Spinnen? Spinnen niet, gelukkig niet. Daar zou ik denk ik niet zo'n goede dokter voor zijn. Nou, geweldig bedankt, dokter, voor dit gesprek. Graag gedaan. De kids thuis en ik zijn weer heel wat wijzer geworden over dit beroep. Oh, Jok, ik zou het ook nog even nakijken. Hè? Nou, nee, dat hoeft niet hoor, dokter. Ik geloof niet dat dat nodig is, hoor. Zo gebeurt, joh. Ik voel me kerngezond. Kom maar even. Nou, doei!